Dan gaat die beugel die gaat achter om je hoofd. Zo staat hij op en daar zit hij onder. Maar is helemaal aan vastgemaakt. En de sieraden, die zitten zo hier in de ondermes gespeld. Maar dat is enkel voor de sier? Dat is enkel voor de sier. Die dragen door de week niet. Dus die hebben verder geen functie? En verder hebben die helemaal niks geen functie. En is dat mutsje nou wel stevig zo, alleen maar het bovenmutsje? Dat zit met die twee speldjes zit dat stevig genoeg. Dat waait nooit af. Nee hoor. Nee hoor, als die speldjes goed doorzitten, dan gebruiken we er zelf nog kleine speldjes voor. Niet van die grote. Zoals in onze kleding gebruiken we grote, maar in de mutsen hebben we kleine speldjes voor. Dus. Nou, maar we hoeven niet bang te zijn dat die afvalt. Hm. En dat was het. Vloot je ook veel mutsen voor andere mensen? Ja, ik strijk ze dus veel en in hoofdzaak plooi ik zo. Plooi ik ook, de meeste plooi ik wel. Er gaan er enkele gaan er de deur uit die een ander plooit of die ze zelf plooien, maar voor het grootste groot plooi ik ze zelf ook. Dus het is heel werk. Hoeveel mensen doet u dan veel? Nou, dat is al heel afgevallen hoor, want toen in het begin, als ik begon, toen had ik er heel wat meer. Nou, dan heb ik wel geweest met de kerstdagen dat ik er toch wel een 60 moest plooien. Maar dat is nou veel verminderd hoor, want ik neem er niet meer aan vanwege mijn leeftijd. En wat ik heb, dat doe ik nog, dus dat verdeel je dan meer over de weken. En dan gaat dat vrij goed. Maar ik heb het wel ontzettend veel gedaan. Er zijn er heel wat door nog weer zo gaan. Die zijn niet te tellen hoor. Maar jij net strijken doe ik de meeste wel, maar plooien niet allemaal. Ja, is dat plooien dan makkelijker als het strijken voor die mensen? Ze dat zelf doen? Of? Ja, er zijn vrouwen die kunnen ze niet strijken, maar die kunnen ze wel plooien. Ja? Dat hebben ze zelf ook geleerd. En die doen het dan zelf. En dan zijn er ook die mutsen plooien, maar die ze niet strijken en die brengen ze daar weer heen. Die doen enkel plooien, dan, misschien om er nog een centje bij te verdienen, maar die strijken ze dan niet. Maar die plooien ze wel, dus die brengen ze daar. Ik heb hier een paar vrouwen, die brengen ze naar de kerken. En er is dan iemand die ze voor ze plooit. Dus die gaan dan naar twee plaatsen, die komen eerst bij mij en dan gaan ze naar die andere vrouw. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een heel werk uitgewonnen, wanneer je streken hebt dat ze dan de deur uitgaan. En dat je ze niet hoeft te plooien, want dan komt er nog eens een werk bij natuurlijk. En dat is ook nog een heel werk, dat plooien. Hoeveel tijd bent u er ongeveer weer kwijt per week? Nou, dat is heel wat uurtjes hoor. Als ik zo... Een paar dagen zeker? Ja. Ik een paar morgens vertrekken en... Nou, dan zit ik 's middags te plooien en ook soms 's avonds te plooien. Dat ligt eraan hoeveel ik er heb. En dan plooi ik er wel zo'n stuk of 16. Plooi ik in de middag en avond. Gewoon veel. Moet je er ook wel geen hekel aan hebben? Nee, ik heb er ook geen hekel aan, anders zou ik het niet doen. Nee. Nee hoor. Nee, och, en ik ben er zo mee begonnen en je doet het thuis, dus ik heb er nooit geen hekel aan gehad en ik heb het nog niet, dus vandaar dat ik er nog maar een beetje aan hou. Ik zit niet graag met lege aan, dus. De Belgische havenstad Gent is voor zijn ontwikkeling helemaal afhankelijk van het kanaal van Terneuzen naar Gent. De sluizen in Terneuzen zijn dus eigenlijk de voordeur van Gent. 11 jaar geleden werd met het verbrede kanaal een nieuw sluizencomplex in gebruik genomen. Maar sindsdien zijn de zeeschepen nog steeds groter geworden. En daarom wordt er alweer gesproken over een nieuwe zeesluis en een verdere verbreding van het kanaal. Maar dat ligt een flink eind in de toekomst. Voorlopig blijft de situatie zoals die nu is en dat levert wel eens problemen op. Bijvoorbeeld toen voor het eerst een autotransportschip door de sluis moest. Dat was eind 1978, maar men herinnert het zich nog steeds, want het schip zorgde voor een miljoenenschade door een van de twee bruggen over de sluis in de vernieling te varen. Sindsdien heeft men met dit wat moeilijk manoeuvreerbare type schip leren omgaan, maar toch blijft het iedere keer weer spannend wanneer zo'n kolos Terneuzen passeert. Zo gebeurde indertijd het ongeluk. Het autoschip Blue Hawk raakte uit de koers, botste tegen het sluishoofd, kaatste naar de overkant en ramde de brug. De brug was totaal los en meer dan een jaar lang moest het wegverkeer zich behelpen met de ene overblijvende brug over de zeesluis.
Dat leverde een heleboel vertraging op. Vorige maand is de vernieuwde brug weer aangebracht en in gebruik genomen. Hou zo, hou zo. Een pen erin. Oh, even wachten. Even wachten. Hij komt nog wel een keer terug. Zet die koos. Nu is er net een nieuwe brug ingezet. Loopt u niet het risico dat er bij het eerstvolgende autoschip weer een nieuwe besteld kan worden? Ik hoop van niet en ik denk ook niet dat dat het geval zal zijn. Omdat na die eerste schade zijn er dus zeker 40 tot 50 autoschepen gepasseerd. Dus ik denk dat dat wel een beetje mee zal vallen. Men heeft geleerd om ermee om te gaan? Zo zou het kunnen zeggen, ja. Die schepen die zijn erg hoog van opbouw, dus daarmee erg windgevoelig. De sluis die ligt noord-zuid. Het zijn meestal westelijke winden hier in Nederland, dat weet u. En dat geeft wel.